zijn ik was als Boef. Ik ga reageren op de nieuwe clip van Jannes Heuvelmans. Janneman. Het steeds. Dit liedje is heel goed gemaakt, heel goed geschreven. Veel clip vind ik goed gemaakt. Alles goed in elkaar gezet. Dit vind ik echt super gemaakt. Super in elkaar geplankt. Dus ik zag Jip erin. Ook zei Jip. Mijn beste vriend Jip zag erin. Nou, ik vind dit echt goed in elkaar gezet. En dus ik vind dit echt goed in elkaar gezet. En en ik vind dit echt super gedaan. Want deze videoclip is super gemaakt. En helemaal, ik vind het ook leuk dat was de videoclip heb opgenomen. Vind ik ook leuk. Dat alles was het optreden van Jannes erin zit. En dit liedje heeft Jannes zelf geschreven uit zijn hoofd. En hij heeft het super gedaan. En ik vind het echt leuk dat hij dit heeft gedaan. Wat een mooi nummer dit. Het is echt heel erg een mooi nummer. Echt heel mooi. Dit nummer is super. Echt super mooi. Ik geniet van dit nummer. Nou, dit is heel veel clip van Jans. Krijgt maar een dikke 10. Hierna komt nog een vlog achteraan en dan lijkt het lekker. Ik wil graag even onze tijd gebruiken. Super Saskia Boef. Ik ga reageren op de familie Bellinga's. En deze vlog plak ik achter die andere vlog. En met deze vlog sluit ik af. Ik was die andere vlog vergeten om af te sluiten. Sorry daarvan. Maar ja, deze vlog sluit ik af. Dus dan hebben jullie toch in deze vlog een afsluiter. Nou, dat is familie Bellinga's. Ze zijn nu op vakantie in Dubai. En ze hebben helemaal gevlogen naar Dubai. In die hotel sliepen ze. Die hotel sliepen ze. En ze gaan vandaag eindelijk in een villa. Die huis die hun gehuurd hebben. Gaan hun eindelijk vandaag inslapen. En dat is echt super leuk. En dan loopt de vader Bellinga. Check in hadden bij het huis van we hadden geboekt. Dus op het moment dat we instapten in het vliegtuig, kregen ze eigenlijk te horen dat we geen overnachting hadden in de eerste avond. Nee, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Dat kan gebeuren, joh. Dat was de eerste. Ik denk, update je de één keer geluk. Gelukkig, toen we aankwamen, hadden we heel snel nog een hotelje geboekt voor het ene nachtje. Ja. Nou, dat is wel fijn dat ze één nachtje in die hotel konden slapen. Dat is wel fijn. Dat ze toch overnachtingsplek, een dak mee of nachtsplek toch hebben. Dat is wel fijn. Niet meekrijgen, geen enkele mogelijkheid omdat we dus wel een creditcard hadden. En wel een beetje apart. Alleen de pincode van ons creditcard, die weten we niet. En wow, dat is raar. Voortaan moet je de pincode van je creditcard opschrijven in je telefoon opslaan. En die van Daniel. En dan weten jullie dat. En dan vergeten jullie de pincode van jullie creditcard nooit meer. Dus ik heb een tip voor jullie, Varen en Daniel. Jullie weten bij die vlog, merk ik op, dat jullie die code niet weten van jullie creditcard. Dan moet jullie, als jullie naar het buitenland gaan en daar een code nodig hebben voor jullie creditcard, dan moet jullie die code, Maar
in je telefoon zetten. En gaan we kijken hoe we. Ja, en die en Daniel code zijn telefoon zetten. Dan kan jullie die code niet meer vergeten. Dat is een tip, hè? Kijk, ze gaan nu in het hotel eten. Kijk, dat is het eten in het hotel. Oh, dat is meloen en Luxie neemt watermeloen. Daar komt Lu al aan. Ja, Lucilla heeft een croissantje. Dat is ook best wel lekker croissantje hebben. Geef niks. Geef niks vader, want ik was ook op haar vlog af. Geef om af te sluiten. Maar ik plak even gewoon de vlog achteraan. Dat vind ik geloof. Of was vergeten vertellen. Soms plak ik een vlog achteraan en doe ik niet altijd. Als die niet heel lang is, die vlog, dan plak ik er wat achteraan. Dat is lekker lang. En ja. Kijk, ze zitten nu lekker te eten in het hotel. Het hotel zitten ze nu lekker te genieten van hun eten. Van hun eten zitten ze lekker te genieten. Dus ze zitten heerlijk te genieten van hun ontbijt. In Dubai, daar zitten ze nu, de Bellinga's. Dit moment. Dit moment weet ik niet. Ik denk dat de kinderen op school zijn dat dit eerder is opgenomen. Ik bedoel, op dat moment zitten ze in Dubai. Nee, maar ja, in het buitenland is het heel anders. Ja, ik snap het al, Farah, maar het is zo. Waar zit lekker aan de watermeloen? En daar is Lucius, dus je zit lekker bij Luxie. Oh nee, nou zit Lucius uit eigen stoel. Kijk, Luxie pakt, is wat aan het pakken volgens mij. En nu zitten ze lekker aan het ontbijt. Want ze heeft net lekker geslapen in dit hotel waar ze nu zitten. En nu zitten ze lekker aan het ontbijt, lekker aan het smullen. En Lucius gaat vader even een knuffel geven. Oh, zo lief van Lucius. Lucius wordt groot, joh. Lucius is al bijna 3. Zo oud is Lucius. Kijk, wacht even. Lucius is al bijna zoveel jaar. Hij is nu zoveel en hij wordt zoveel. Hij wordt 3 jaar, Lucius. Lucius 5. Lucius 5 en nog een keer 5, 6. Lucius 6 jaar. Niet meer 5. En de andere kant doen ze dan. En ze sliepen in een heel mooi hotel. Met een hele mooie tafel. Ik heb een pijt daarop. Zo te horen. Nou, groot hotel waar ze in sliepen. Ik ben benieuwd hoe ze dan naar het huisje gaan als ze geen auto konden huren of echt die creditcard. Het is nog steeds niet heel veel. Kijk, in dit hotel zitten we. Ja, dit hotel zitten hun. Ja. In Dubai. Oh, Luxie zei dat zonnebril zijn vergeten, maar die varen in de koffer gedaan. Die hebben ze gelukkig mee. Het is echt leuk, dit. Het is echt een leuke dag. Ze gaan een taxi bellen, maar ze moeten toch bij het huisje komen, die hebben ze gehuurd. Ja, dan moeten ze toch komen, ja. Ja. Ja,
Ja, ik snap wel gauw dat je gaat bellen. Er is hier een heel groot dak. En daar hebben we misschien wel een uitzicht over Dubai. Ik heb Dubai eerst echt zien. Ja, dat snap ik, Dubai. Oh, we zijn in de lift. Oh, dat is de lift van het hotel. Kijk, hier hebben ze ook een zwembad in het hotel. Waar hun slapen. Ja, hier van zwembad. Waar hun sliepen. Waar hun hebben geslapen, hebben ze ook een zwembad in het hotel. Dat is dat dakterras. Dat is het uitzicht van Dubai. Kijk, ze kan het van het hotel, het mooie uitzicht van Dubai bekijken. Nu zijn ze op het dakterras van de hotel. Op zoek naar het zwembad. Kijken ze. Nee, ze zijn naar het dakterras. Ik dacht dat ze naar het zwembad gingen. Oh, hè, kan toch goed. Oh, op het dak is het zwembad. Nou, wel een beetje apart, maar wel een leuke dag. Kijk, daar is het zwembad, het is buiten zwembad. Want kijk, in Dubai is het heel warm. Dan kan je mooi buiten zwemmen. Maar wel op het dakterras. Nou, dat is toch mooi. Hebben ze wel mooi gemaakt, vind ik. Luan heeft een zonnebril op. Dat kan mooi in het bubbelbad. En daar zit de meneer te zwemmen. Hier zit ze lekker in de bubbelbad. Met z'n allen. Daniel, die is een taxi aan het regelen. Dat ze naar het huisje kunnen. Dat is best wel goed van Daniel. Want kijk, ze wouden naar het huisje. Maar ze moesten code invullen voor die creditcard. Dat hebben ze in Nederland hebben ze dat nooit. Maar in buitenland wel. Maar ze weten de code niet. Dus ja. Luxie heeft het diploma, die hoeft geen bandjes meer om. Die kan lekker zwemmen in het diepe. En Lusjes wel, die heeft nog geen zijn diploma. Maar het komt waarschijnlijk nog wel. Die is nog een beetje te jong om zijn diploma volgens mij. Ik weet niet als je twee bent dat je zijn diploma mag halen. Ik weet niet hoe oud je moet zijn als kind. Dus ja. Luxie heeft in ieder geval wel zijn diploma. Luxie, Lucille en Luan hebben zijn diploma. Behalve Lusjes, die nog niet. Dat komt nog wel. Kijk, dat zijn de broertjes, die zijn in de bubbelbad samen. Ja, snap ik. Ze moet ook nog boodschappen doen in dat huis die ze geboekt hebben. Maar hoe wat? Dat is Daniel nu dus aan het tegenwerken. Hij zei, ga maar even lekker spelen met de kinderen. Dan kan ik even rustig me concentreren om te kijken wat ik kan regelen. Tot die tijd kunnen wij hier ons wel even lekker vermaken. Ja, kan ze lekker om die tijd lekker hun dag vermaken. Nee, ik hoop dat je het leuk vond dat ik ging reageren op de familie Benninga's. Vergeet niet te abonneren en te liken op mijn YouTube kanaal. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden dat ik ook ging reageren op de videoclip van Jannes Heuvelmans en reageren op familie Benninga. Vergeet niet te abonneren en te liken op mijn YouTube kanaal. Tot morgen naar de volgende vlog.